Het slotweekend van de Lokerse feesten gaat straks in en wij met TV Oost volgen alles van op de eerste rij. Maar eerst blikken we terug naar gisteravond. Toen opende Nit & Sensi, dat is een electroduo uit Gent. Hebben jullie zich geamuseerd vanavond op de Lokerse feest? Absoluut, ik wel, ja. Ja, ik ook. Ik heb me echt super geamuseerd. Hey, het was echt heel leuk eigenlijk om te doen. Misschien een beetje vroeg wel voor ons, hè. Maar het was heel schoon weer. En uiteindelijk, als we minuutje nog 20, denk ik, 15, 20 minuten bezig waren, stond er al heel veel vonk. Dus het is wel blij, ja. Lokerse feest is voor ons een van de leukste festivals wel. Ons ook... is het best georganiseerde festival, vind ik. Ik vind het echt super leuk. En het meeste, het is groot en het is toch gezellig. Allee, ik heb er echt wel een boon voor de Lokerse feest. Ik hoop dat het zo blijft. Ja. Echt, ik hoop echt dat dat een festival blijft die zo mag verder gaan eigenlijk. Ja, ik vind dat echt super. Het is niet helemaal corporate en het is niet opgezogen. Het is echt nog zo... enigszins eigenlijk in zijn opzet klein gebleven en toch heel groot geworden. Je ziet wat er allemaal staat op die... het is een leuk festival. En nu genoeg lof over de Lokerse feest. Ja, nog meer beats kwamen er van Etienne de Crécy en Orbital. Een stevig feestje gisteravond hier op de Grote Kaai. Jammer genoeg geen beelden van Etienne de Crécy. Luc, hoe komt dat? Etienne de Crécy wenst inderdaad geen videoopnames, omdat het verrassingseffect moet blijven. Het is echt wel een visueel spektakel, daar hij echt met magnifieke ontwerpen en magnifieke lichteffecten werkt. Dus Videoline, zelfs ons team, mocht geen beelden nemen, dus onze twee schermen waren zwart. Dat is wel vreemd, hè? Dat is wel vreemd. Het is nogal gebeurd, maar dan meestal met het ego van bepaalde artiesten. Maar met techno of andere artiesten hebben we dat nog nooit gehad. Dit is echt wel daarom gedaan, denk ik. Want Etienne de Crécy, als je die live wil zien, moet je echt wel naar een live optreden gaan. Want je kunt dat dus anders niet zien. Wat vond je van Orbital? Ja, is mijn ding niet, maar het was heel goed. De kids hebben zich reuze geamuseerd. Wat mij opviel dit jaar op de technoavond, was dat er dus iets minder volk was als andere jaren, maar de sfeer, het was veel beter en de agressiviteit was veel minder, dus het was echt wel een leuke fuif in feite. Orbital daarentegen, dat was leuk. Hè. Mensen die vonden het zelf ook heel goed. Die vonden het zelf heel leuk. Die hebben gezegd dat wij het
tweede beste festival waren waar ze ooit geweest zijn. We waren het beste op hospitality, dus op ontvangst van de artiesten en dergelijke meer, dat ze ooit meegemaakt hebben. Op het podium moet het volgens hen zelf, want de artiesten zijn daar echt heel, heel raar in. Dan wij zeggen van wauw, het optreden was schitterend, perfect. Dat zij zeggen, ja, maar dat was niet minimaal en dat was iets minder. Dus zelf vonden ze het tweede beste concert dat ze ooit gemaakt hebben. De meeste staan we op de tweede plaats blijkbaar in dit dagboek van Orbit. Dat is altijd leuk natuurlijk. Hè? Maar Orbital sloot niet af, wel sloten af de mannen van Digitalism.